Welkom in de studio. We hebben vandaag een nieuwe auto. Opel Ascona van Timo. Timo, welkom in de studio. Bedankt dat je er bent. Ja, leuk voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Opel Ascona, hoe kom je erbij? Nou ja, eigenlijk al jaren een, wat ik eigenlijk graag zou willen. En lang naar gekeken. En op een gegeven moment was het moment daar om iets te gaan ondernemen, zeg maar, met de auto. En eigenlijk gezocht naar een body om hem te maken, helemaal zelf. Mm-hmm. Alleen ja, dat, qua tijd en, is dat voor mij heel moeilijk om dat te combineren, zeg maar. Dan heb ik hem tegen die tijd dat ik bij haar thuis ben, zeg maar. Dus dat gaat niet. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken op internet wat er te krijgen was. En wat het allemaal ging kosten, hoe ik hem wou hebben, zeg maar. En toen kwam ik kijken op deze uit, die stond op internet. Je hebt hem helemaal zo gekocht? Ik heb hem deels zo gekocht inderdaad, ja. Okay. Ja, hij was helemaal standaard, de carrosserie was helemaal standaard. Dus het was helemaal effe oranje. Er was voor rest helemaal niks geen poespas, wat er nou allemaal op zit, dat heb ik allemaal aan naderhand toegebracht. Ja, precies. Ja. Zo bedoel ik. Je hebt hem niet kant en klaar gekocht? Nee, ik heb hem niet kant en klaar gekocht. Gelukkig, anders was het een hele korte aflevering. Ja, inderdaad. Nee, maar goed, het is. Ik heb me eigenlijk basic gewoon gekocht. En de spullen zaten goede spullen op, zeg maar, waar ik mee verder kon. Dus dat heb ik gedaan en dat heb ik mij uitgebreid zoals die nu is. We hebben er heel veel tijd in zitten. Want hoe lang heb je hem? Ik heb hem nu 8 jaar. En hoe lang heb je het over het bouwen gedaan? Ik heb hem in 2013 gekocht zoals die was. En eigenlijk in de loop der jaren heb ik hem opgebouwd zoals die nu is, zeg maar. Ik heb wel wat probleempjes gehad. Ik had hem net een week, denk ik. En toen ging ik eventjes naar mijn maat op en neer rijden te rekenen met telefoon gedaan. Toen ben ik 8 keer rond mijn as gegaan op snelweg met 120. En toen was het eventjes... ik hield hem eigenlijk wel. Maar omdat hij eigenlijk in het gras kwam, was ik hem kwijt. Dus toen was het vol zijkant in de vangrail. Dus dat was even heel domper. Toen heb ik hem terug thuis gereden, heb ik over nagedacht wat ik ervan dacht. Want ik ben er wel zo wel van geschrokken. Ik had mij een beetje vergist in het vermogen eigenlijk. Daar komt het eigenlijk niet meer. Want er ligt natuurlijk een C20 LET in. C20 LED red top inderdaad. Ja, dus, die zat er toen wel al in? Die zat erin inderdaad, ja. En eigenlijk mee vergist. Dus toen gaan kijken waar ik hem kon laten herstellen. En toen kwam ik uiteindelijk bij een goede hersteller uit. En van een Classic Opel dan. En die heeft hem helemaal Erwin Peters inderdaad, van Classic Opel. Ja, en die heeft hem helemaal aan de zijkant strak gezet. Alleen we gingen hem uitkleden en toen kregen we wel wat verrassingen, zeg maar. Waar we niet op voldaan waren. Dus, oude reparaties toen niet goed opzet was goed, maar niet in de puntjes tot de finesse, zeg maar. Dus wat roestplekken, wat dikker plamuur was zoals de bedoeling was. Gewoon echt wat dingetjes waar we niet verwacht hadden voor hoe hij erbij stond, zeg maar. Dus toen hebben we even een plan en campagne gemaakt en toen hebben we hem in principe, was één kant, dan hebben we hem helemaal strak gezet overnieuw. Alles eraf, helemaal blank, overnieuw opgebouwd met het origineel paneel, want het deurpaneel was helemaal weg, het zijpaneel was weg, achterkant. Ik heb hem echt wel mooi vlak tegen de vangrail aangezet, waardoor dat hij dus recht bleef. Want dat was wel mijn opzet van als ik dan ga, dan probeer ik hem recht tegenaan te zetten, dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat betekent wel dat hij over heel de zijkant dus gekrast was. Nou ja, helemaal strak gezet. 4 maanden had ik hem terug, want we zaten met onderdelen. Ik zeg ook, ik wil hem in de originele onderdelen wil ik hem terug hebben. Dus geen imitatieplaatwerk, dus gewoon origineel. Dus dat was zoeken. Enfin, alle lijntjes, alle naadjes kloppen nu. Hij heeft het allemaal mooi strak gezet toen. Maar toen had ik natuurlijk aan de ene kant, deze kant super strak, netjes, helemaal alles klopt. En aan de andere kant zag ik de naadjes niet allemaal kloppen. En je kent hoe het er gaat, want dan gaat het zien. Ja. Want hij is gewoon een perfectionist en dat zie je. Dus eigenlijk goed rijden, want dat was het belangrijkste. Terug in de auto, want in het begin had ik echt, ik heb een half jaar over gedaan om weer een beetje comfortabel in de auto te zitten. En we mee gereden en het ging goed allemaal. En wij doen eigenlijk met de auto toeritjes. En van Lieverlee merkte we gewoon van schokdempers, niet helemaal finesse. Dus koningsrond onverstelbaar. Voorveer, daar was wat mee, zeg maar, die waren gezaagd van de Mercedes. Eronderuit, gewoon goeie eronder. En zo zijn we van Lieverlee eigenlijk de auto helemaal uit elkaar getrokken en weer overnieuw opgebouwd. Omdat we kwamen gewoon naar Lieverlee dat wij dus per toerritten mee reden, kwamen gewoon erachter dat hij gewoon wel in elkaar staat. Maar niet zoals ik hem in staat wil, zoals ik hem wil, zeg maar. Als je eigenaar bent van zo'n auto, word je automatisch denk ik een beetje perfectionistisch. Toen ik hem had was hij heel rauw en heel rumoerig. Hij had gewoon TLC nodig, zoals ze dat noemen, zeg maar. Ja, dat is gewoon zo.
Dus ja, ja, vanaf ben ik begonnen aan het interieur, ben ik een beetje begonnen om het dan netjes te fatsoeneren. De kabelbomen hebben we aangepakt. We hebben de motorruimte aangepakt, dat allemaal onder spanning eraf is. Dus het lag best wel onder spanning erin. Dus alles eruit, overnieuw erin. Dus echt gewoon alles lekker soepel ligt. Er wordt aanpassing gemaakt in de intercoolers, intercooler. Ja, remmen rijden, draagarmen verstevigd. We zijn gewoon continu in ontwikkeling geweest om hem gewoon te krijgen zoals hij nu is, zeg maar. Om het vermogen gewoon normaal, relaxed op dingen. En toen kwamen we er in principe ook achter dat het achterbrug 5 mm tot 7 mm scheef stond. Oeh. En dat was dus de reden waarom dat ik, als ik op het gas ging, gelijk die kont. Hop. En dus dat was eigenlijk ding. Dus daar was ik wel blij mee dat ik erachter gekomen was. Ja. Dus alleen zonder dat je er op die manier achter moest komen. Ja, maar ja, goed, je hebt hem net. En je denkt, ik ga even een rondje rijden. En je was hem gewoon in kwijt. En op een punt dat ik dacht van, hey, ik had nog geen turbo druk. Ik had nog echt niet dat ik als een gekke vandoor ging, weet je. Het was gewoon echt gewoon, hop, en weg. En was, Want hoeveel vermogen draaide die toen ongeveer? Ik denk dat je toen op de, wat zal het zijn? Ik denk dat je 250, denk zoiets. Rond de koers zo draait zo. Okay. Je zit nu boven de 300? Nee, 300 pk heeft hij nu. Ja. Lekker wel. Met opzetten zo. Ik heb wat motormanagement dingen veranderd. Hij draait nu in principe met de originele chipset. Of nee, originele computer. Met een andere chipset, zeg maar. Een stage 2. Alleen ja, de stationair was moeilijk te regelen. Omdat hij gewoon te ver uit zijn bereik zit in principe. Dus we hebben toen aangepast dat we dat handmatig doen. Dus ik moet hem wel zelf, zeg maar, regelen. Nu met mijn DWM moet ik hem anders zetten, zodat hij mijn zomer rijdt, zeg maar. Maar goed, dat zijn allemaal dingen in de toekomst die ik nog wil gaan veranderen. Ik wil nog standalone systemen op hebben. Dat ik daar niet meer aan hoef te denken. Dat gewoon is rammel. En nu dat wil ik zoveel en nu wil ik dat, zeg maar. Dat is het beste wat je kan doen, standalone. Nou ja, maar goed, het is natuurlijk, ik heb natuurlijk schade gereden. En ja, je gaat geld in zitten, dat weet je zelf ook. En als je het doet, kost het veel geld in zitten. En ja, ik heb gewoon zoiets van, ik ga voor lieve leed, doe ik het gewoon doen. Hij rijdt nu gewoon goed. Alleen ik merk nu dat hij wel, nou is de motor aan de beurt, zeg maar. Ik wil gewoon wat dingen ook aan gaan passen. Dat hij gewoon wat soepeler loopt, dat ik niet meer zo hoef te denken van, god, vandaag moet ik hem zo zetten en morgen zo. En dat hij ook wat economischer omgaat met zijn brandstof. Kijk, nu is het gewoon stage 2. We pompen een hoop lucht en we pompen een hoop benzine in. Ik was er niet bij toen jij binnenkwam rijden net, zeg maar, om hem netjes neer te zetten. Maar toen ik binnenkwam, toen rook ik wel de aanwezigheid van deze auto, ja. Ja, dat is altijd. Vind ik ook altijd lekker als hij bij mij in de garage staat, dan weet ik dat ik thuis is. Ja. Nee, maar hij pompt inderdaad gewoon genoeg benzine erin. Dat moet ook. Want hij moet het blok gewoon koel houden in principe. Hè? Ik bedoel, hoe meer dat hij erin pompt, hoe beter ik een schaal laat lopen. Dat is niet gezond, zeg maar. Nee. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je hem gewoon dan liever te rijk als te arm zet. Ja. En de remmen die eronder zitten, hè? De D2 Big Bracket, zat die er al op? Of heb je die... Ja, die zat er ook op in principe. Ja. Okay. Die hebben we wel uit elkaar gehaald helemaal en offsetten wat verzet, dat het allemaal goed al beter is, zeg maar. Maar in principe, ik zeg het breekt per set perfect. Ik heb geen dingen. We hebben wel Mercedes remschijven bijgeprikt. Okay. We hebben die achteras hebben we laten reviseren. Want dat was gewoon, die hoorden we echt lopen, zeg maar. Okay. Zit ook 78%. De originele achteras. En inmiddels helemaal gemodificeerd, toch? Maar wel de Opel achteras. Ja, de Opel achteras van een 2 liter, van een 2 liter, zeg maar, zit eronder. Ja. Maar dan met dikkere schotels en zo aangepast, zeg maar, naar het vermogen. Nu mijn stalen staartstuk, de aandrijflijn is ook helemaal aangepakt. Want dat was in principe standaard. De motor lag erin en alles wat achter de motor lag, was gewoon standaard. Dus dat is wel een dingetje. Ja. Je hoort wel eens Volvo, hoor ik wel eens. BMW hoor ik vaak. Dat ze daar een achteras van pakken. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar goed, heb ik helemaal aan laten passen. Daar heb ik andere steekassen in zitten. Dus ik heb een zwaardere, dikkere steekassen in zitten. Zeg maar, zit een 78% spare achterin. En de andere vlijn is een staal startstuk. Met daarachter een flinke kadanas. Dus ik bedoel, die sloop ik niet. Als die gaat, dan gaat hij op zijn versnellingbak. Ja, dan denk ik ook 4 keer zoveel vermogen als dat de origineel had. Dat bedoel ik. Dus, dat is wel nodig, toch? Ja. Maar zoals ik het hoor, weet je, dat... Wel grappig, al zou je die auto echt helemaal zo gekocht hebben, dan had je hem alsnog helemaal zelf opgebouwd. Want je hebt echt alles opnieuw gedaan, hè? Dus ik hoor ook de rem opnieuw gedaan. Ja, rem opnieuw gedaan, aandrijflaan, de draagarmen, de oppakking. Je hebt allemaal PU-bussen erin zitten. Ik noem alles wat kon veranderen, ik moest het gewoon veranderen. Ik merk gewoon met vermogen, als ik optrok, dan ging de hele kaarserie, zeg maar. Je merkt gewoon dat het gewoon niet goed zat, zeg maar. Ja. Kijk, en de laatste keer hebben we helemaal, toen we met de toerrit hebben, schade achterin gereden. Toen zijn ze mij achterin gereden op een rotonde. Ja, en toen was het helemaal feest, want toen had ik zoiets van, ja, nu. Dus toen heb ik hem weer naar Erwin gebracht. En hebben we samen gekeken, hebben we helemaal uitgekleed. Kijk, er kwamen weer wat dingen tegen. Dingen waar we echt niet blij mee waren. Hm. En toen heb ik gezegd van, nou is klaar. Dan gaat hij helemaal uit elkaar. Dus toen hebben we helemaal uit elkaar getrokken. Dat is in 2018 geweest, denk ik.
Die is helemaal aan elkaar gegaan, of niet? Ja, zeg ik dat goed? Nee, 2019 denk ik. 2019 of 2020, ik weet niet precies. 2019 meer. Heb ik je voor het eerst ontmoet. Toen was je al klaar. Langs de landingsbaan in Breda. Ja, dat is 2020 geweest. Ja. Ik weet niet precies, maar in ieder geval, toen hebben we hem helemaal aan elkaar getrokken. Helemaal blank gemaakt overnieuw. Alle punten gepakt waar je denkt. Ik heb twee nieuwe schotels voorin zitten. Die waren echt gewoon helemaal weggesmeerd, zoals de dingen wat ik, daar was ik echt niet blij mee. Daar was ik echt best wel boos over ook. Want dat is gewoon een draagpunt van de auto. Dat, is ja, gewoon, dat moet je dat gewoon is niet gevaarlijk. Doen. Ja, dus daar hebben we allemaal aangepast. We hebben hem helemaal overnieuw strak gezet. We hebben gelijk design veranderd. We hebben hem helemaal mat zwart binnengemaakt. Achter hebben we hem mat zwart gespoten. Binnen de motorruimte voor hem, front helemaal mat zwart. Dus we hebben hem echt helemaal, zoals ik hem nu, zoals hij nu hier staat, we ook hem hebben, zeg maar. Ja. Het is toch wel knap dat ze die op een rotonde kunnen missen. Ik bedoel, oranje monster. Nou, het was een Porsche die achterin reed. Een Amerikaanse Porsche met Amerikaanse bumpers. En die gast zegt ik stond op mijn roadbookje te kijken en ik heb het gewoon niet gezien. En wij zaten al twee in de auto, mevrouw en ik. Het was boef. Ja. Dan zaten wij goed in de stoelen, want ja, dat, wij keken elkaar aan zo van, dat was niet volgens mij wat erbij hoorde. Nee. En toen ging ik achterkijken en toen zag ik heel het achterfront, stond er binnen, de klep stond open. En, ja. Het kontje stond gelukkig nog niet naar beneden, dus dat geluk had ik. Maar goed, het is wel een heel nieuw achterpaneel ingegaan. Ja. Helemaal nagekeken, gemeten, doorgemeten, of alles nog recht was. Ja. Gelukkig zat er toen een taxatie op, de eerste keer zat er geen taxatie op. Dus dat kostte me gewoon flink geld. Dus ja, we hebben het taxatiegeld, of tenminste het reparatiegeld hebben gepakt, daar heb ik een flinke som bijgelegd. En toen heb ik gezegd van, doe dit met mama. Ja. Ja, ja, die Erwin Peters, die volg ik al een tijdje, die maakt echt, ja, die inmiddels, echt mooie auto's. Ja, inmiddels een goede kennis van mij en ja, ik zeg al, heeft een passie voor auto's, zeg maar. Ja. Ik bedoel, die auto die is daar gegaan en die gaat niet weg voordat hij zegt van, dat is goed. Ja. En je kunt het ook zien hoor, want als je er nou echt een standaard naast zou zetten, al die motorkaplijntjes, de deurlijntjes, de daklijntjes, alles klopt nu. Alles is gewoon precies aan de maat. De stickers, ja, mensen zien het niet, maar stickers allemaal precies op maat. Hè? Die kun je nameten. Ze zijn gewoon aan fabriek, gewoon zoals ze waren, zeg maar. Dus daarom zeg ik, het is echt een perfectionist. Op frontspoiler ook, die zat er eventueel ook niet op. Hebben we na de rand erop gezet, maar ik moest per se origineel hebben. Dus ja, gaan we weer zoeken. Ja, en gaan we weer in je portemonnee, want dingen zijn gewoon duur. Maar dat is leuk, ja. Het portemonnee is het minder leuke. Ja. Denk, maar het is juist wel leuk met het restaureren van zo'n auto. Het zoeken naar dingetjes. Dat, Goed, het vinden natuurlijk. Tot een bepaalde hoogte, ik wou zeggen. Voordat moet je het wel vinden. Het vinden is inderdaad een ding, inderdaad. En dan het goede plaatwerk. Dus nieuw plaatwerk waar je nog werk aan hebt, zeg maar. Dus echt nieuw delen, zeg maar. Dat is heel moeilijk te vinden. Dus op het kunststof bumpers bijvoorbeeld, ja, ga ze maar zoeken. Als ze te lang liggen, dan zien ze niet meer uit. Dus je moet echt in een nieuwe doos hebben. Ja, het is allemaal te krijgen, maar het is allemaal zoeken. Ja. En ik heb dan mazzel dat ik Erwin dan goed ken. Dus die heeft ook zijn connecties wel. Dus dan, maar het is niet, we brengen hem even weg en we gaan hem even restaureren. Nee. Het is zet weg, haal je onderdeel zoeken, kijken waar je het vandaan kan krijgen en ga het maken. En het zijn allemaal subtiele dingetjes, een motorkapslotje, een deurhendeltje, origineel. Kijk, imitatie kun je wel krijgen. Maar goed, de echte kenner ziet dat dan recht afhoekt, terwijl een origineel rondloopt. Het zijn van die kleine dingetjes weet je, die je gewoon terugziet. En ik heb zoiets van, als ik het dan doe, heb ik liever dat ik daar iets meer tijd in steek. Waardoor ik gewoon zo min mogelijk imitatie heb. Eigenlijk zit er geen imitatie op het moment. Allemaal origineel plaatwerk. En dat komt ook weer ten goede van taxatie natuurlijk. Ja, zeker. En documentatie. Ik heb van de auto echt een hele klapper vol vanaf nu tot eigenlijk de vorige eigenaar. Want ik heb die documentatie heb ik ook gekregen. Tot aan nu ik hem heb ik zeg maar een hele lijst van wat ik eraan gedaan heb. Wat die kost en waar het gehaald is, hoe of wat. Schades zijn dingen, de foto's van de schades heb ik. Dus hij heeft een eigen dossier in principe. Dat, al mocht ik hem ooit iets mee moeten of zo, dan kan ik gewoon zeggen, nou, dit is toen gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd. Dat is gewoon belangrijk voor een verzekeringsmaatschappij. En zeker als je iemand over de vloer krijgt, ja, hij is in elkaar. Ja. Want dan zeggen ze, oh, 77, want hij is van 77. Hè. Gooit er maar een pot muur op. Nou, je mag kloppen. Dan zit je op een muur op. Nou, ja, klopt maar. Nee, maar dat is gewoon belangrijk. Kijk, hij is wel strak gezet. Natuurlijk zit er wel een plamuur op. Maar niet als wat erop zat. Zeg maar. Nee, hij is niet strak gezet naar plamuur. Zeg maar dat zag ik ook goed toen ik hem terug ging halen. Want ik ben natuurlijk wel op en neer gereden toen hij daar stond. Heel de lijnen kreeg ik terug. De deurlijnen, zeg maar. Je ziet de deur, zeg maar. Dan zie je een lijn overlopen naar achteren. Ja. Die was er helemaal uit. Die zat er in het begin helemaal niet in. En dat zie je pas als je hem terugkrijgt. Dan zeg ik, hey, er zit een lijn in. Ja. Dan zijn ze gewoon 50 kilo lichter teruggekomen. Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, en zo zijn we verliefd echt allemaal om ombouwen geweest. We hebben nieuwe stoelen erin gezet. Ik ben er eigenlijk gewoon continu mee bezig. Stoelen van de Autosportcompany zie ik. Ja, hij moet niet hard roepen Autosportcompany, want dan valt hij in elkaar. Maar, ja? Ja, daar kom ik regelmatig. Ja. Dus, ja,
Ferdi is een hofleverancier van deze auto. Ja, bijna wel, ja. Ja. Zeker van de vorige eigenaar ook, inderdaad. Dus het zegt wel, maar ik zeg al een goede winkel. Ik bedoel, echt een goede service. Ga niet over één nacht uit, zeg maar. Als ik een probleem heb op de fiets, of ik denk van, god, denk, daar kan ik dat voor, hoe kan ik dat het beste veroorzaken? Of hoe kan ik dat maken? Dan, dan helpen ze gewoon goed mee. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja, de stoel is gewoon heel belangrijk. Prachtige zaken, hè, dat autosport. Ja, heel mooie zaak inderdaad. Mooi, niks, gewoon goede service. Zeg maar. Nou, we zullen ook wat in de beschrijvingen wat links neerzetten van onder andere de autosport company. En zeker van Erwin. Dat moeten mensen echt zien. Dat is, dat is echt prachtig. Dat is ook de reden waarom sticker nog steeds erop staat. Ik bedoel, ik zeg, het is goede kennis van me en ik heb hart voor auto. En zeker voor alle auto's die bij hem komen. Ja. En hij maakt ook goede afspraken. En als er iets niet klopt, dan zit het waarschijnlijk in de afspraak. Want dan is het gewoon, ja, dat is wel een dingetje, weet je. Dat weet je zelf ook. Ja. Je hebt mensen die zeggen, ja, dit zie ik en dat zie ik. Ja, luister, als jij hem overspuit en je spel op maar de helft spuiten, dan weet je dat je kleurverschil gaat krijgen. Ja. Dan moet je niet liggen zeggen, je kleurverschil krijgt. Dan moet je constant zijn, moet je zeggen, spuiten met hem lopen. Maar dat gebeurt niet. En dat zijn die mensen die, hè, die dan gal spuien en zo. Maar dan heb je hem over mijn auto, dan heb je over die auto, dan heb je over... Hij heeft al die bandentrappers, je kent ze. Blijven Nederlanders. Ja, inderdaad. En natuurlijk is voor elke auto wel iets op aan te merken. De ene vindt hem mooi, de ander vindt hem niet mooi. Ja goed, hey, whatever. Het is mijn auto, weet je wel. En ik heb hem gemaakt zoals ik hem wou maken. Nou, dat is belangrijk. Hey, en ik had zoiets van, ja, ik wou hem gewoon zo maken. Niet over de top. Ik had hem ook een 400 kunnen maken, had ook gekund. Maar dan heb ik weer één in de design. Die rijden allemaal rond op 400. En ik had zoiets van, ik wil gewoon sport inderdaad in de originele kleur. Want hij heeft nog de originele kleur. Want hij is in die kleur geleverd. Dus ja, ik zeg al, ik ben er hartstikke content mee en we rijden leuke ritten mee en ik heb gelukkig een vrouw die net zo gek is ervan. Dus ja, dat scheelt ook. Ja. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk. We zien het, de rally opties al binnen hangen, ja. Hè, met het klapboekje, ja. en alles voor de ritten. Ja, klopt. Ik heb het toen even de vorige keer zitten bekijken en zit eigenlijk alles erop en eraan om de toertochten mee te kunnen rijden, we zagen we al. Om het bijrijden inderdaad te makkelijker te maken inderdaad. Ja. Anders moet ik te veel op een dagteller gaan zitten kijken. En zij heeft nu gewoon een kastje en ze heeft een rookboek en ze zegt gewoon zoveel meter zoveel. En dan kan ze gewoon nullen en dan gaat hij gewoon tellen. En ga ik het fout, kun je hem terugklokken. Dus rij ik 10 kilometer te ver deur. Dan zet zij hem op min. Dan gaat hij 10 kilometer terug en dan ga je op. Dus het is echt het is voor haar een instrument om dingen. En ik moet zeggen, het oogt leuk en het hoort erbij. En het scheelde echt scheiding. Nou, dan niet. Nou ja, dat mag niet, maar we hebben wel eens discussies, ja. Waarom roep je niet in? Weet je wel? Ja. Ja. Maar dat is nou niet meer in principe. Hè? En ik zit ook veel relaxter achter stuur. Ik hoef me eigenlijk alleen maar bezig te houden met rijden, in principe. Ja. Ik hoef me eigenlijk niet meer op kilometers te letten en waar ik toe ben. Zij zegt gewoon van, nou, zoveel kilometer, dan gaan we daarin en zoveel kilometer daarin. Dus ik zit gewoon lekker een beetje rond te kijken. Ja, en zij zit ook wel rond te kijken, maar zij zit natuurlijk ook veel in het roodboek. Dus ja, dat is ook weer wat minder. Maar ze vinden het leuk en ik vind het leuk en we doen samen wel met de auto. Ja. Ik ken straks mijn zoon, wat ouder is, en die vindt het ook leuk om te doen. Die gaat wel mee met mij en zo. Nou, die kan er ook eens kijken of dat hij het kan. En dan kunnen we samen weer gaan ondernemen, snap je? Dus het is wel een familieding. Ja. Het is wel daar ben ik wel blij mee. Dat we allemaal toch wel diezelfde passie hebben. Wel, eerlijk zeggen dat we bij de Refrun, heb je dat eigenlijk niet echt nodig. Tenminste, de Refrun, onze dagtoertjes en dergelijke. Jij een rally rijdt is echt bolletje pijltje. Ja, inderdaad, bolletje pijl inderdaad. En tijd inderdaad. En daar zit al een klassementsproefje tussen. Dus een slalommetje hier en een timetagje daar. En dus, het is wel leuk aangekleed zo. En een lunchje en zo. Dus het is wel echt een leuke dag. Je bent echt een hele dag weg. Het is echt wel leuk. Alleen het ligt ook allemaal op stil natuurlijk. Maar net zo alles. Ja. En je hebt ook verschillende auto's. En ik rijd dan een van 77. Maar dan rijdt een Bentley mee van 19, weet ik veel wat. En daar rijd echt verschillende mee. Ferraris noem ze. Maar alles rijdt er gewoon mee. Het is niet dat het alleen maar dit is, of alleen maar oldtimers, of alleen maar Opel. Maar welke rallies zijn dat dan? Ik heb toen... dan gaan wij een moeilijke vraag stellen. Oh. Ik heb een rit van Qantas hebben gereden, maar die zijn gestopt, omdat er te veel problemen waren op een gegeven moment. En ik ben nu eigenlijk nog aan het kijken naar andere ritten. Maar ja goed, alles ligt nu stil. Maar ik pak ze ook niet allemaal. Ik bedoel, je hebt ook ritten waar je echt het zandpad op gaat en zo. En dat soort dingen, het rally gebeuren, ja, dat ga ik niet doen met hem. Dat vind ik zonde. Hij zou het kunnen, want hij is ervoor gebouwd. Maar ik ga het niet, dat vind ik, nee, daar heb ik hem weer te netjes voor, zeg maar. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat we er wel weer ritten mee gaan maken, inderdaad. En ritten voor jullie, inderdaad, en zo, dat soort dingen zijn wel leuk. We hebben er tot nu toe één kunnen doen. Ja, hij was toprit, vond hem leuk. Ja. Ik ben alleen met een andere mindset van start gegaan. Moet volgende keer iets meer, even iets rapper erachteraan, zeg maar. Ja, dat is... ik was met mijn bolletje pijl gedachten achter weggereden, zeg maar. Ja.
En ja, het tempo ligt iets anders, zeg maar. Dus ik moet wel lekker mee. Ja, ja, waar rij je wel volgens... Ja, volgens de normen gewoon, maar wel lekker door. Ja, alleen, ja. Inderdaad. En ik was zo van, hey, dit is een mooi landschap. En, ja. Dus ik liep iets achter, zeg maar. Daar was ik ook zo laat. Ik was best laat. Ja, hij was best laat. We hadden allemaal super honger. En wij dachten, wat voor blijft die noting? Nee, maar goed. Maar super rit, hartstikke leuk gehad. En dat soort dingen heb ik hem voor. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik werk best wel veel. En het is voor mij ook wel een uitlaatklep. Kijk, iemand anders heeft een motor. Nou, dat is gewoon een absolute no-go. Als ik een motor koop, heb ik een echtscheiding. Dus dat hoef ik niet te doen. Want ze weet gewoon hoe ik ermee omga. Dat doe ik met hem ook wel. Ik trek hem ook wel eens open. En dan doe ik met de motor precies hetzelfde. De motor is dan niet iets gevoeliger, zeg maar. Geen last van. Maar goed. Zij weet gewoon, ik heb een motor gereden. En ze weet gewoon, ik kan daar gewoon niet meer normaal mee omgaan, zeg maar. Dus dat is niet goed voor mijn gezondheid. Dus dat doe ik gewoon niet. Nee. En ja, dit hebben we. Dus ja, leuk. En je moet je ook niet willen verkleden als Power Ranger. Nee, ja, daar sta je zo in de benzinepomp. Nee, nee. Ben je wel eens uit de auto gevallen? Nee, nog nooit uit. Nee. Wel uitgerold vroeger. Ja. Ja, ja, je hebt niet alleen aan je auto gewerkt, je hebt ook heel erg aan jezelf gewerkt. Ja, ja, inderdaad, aan mijn gewicht inderdaad. Ja. Dat scheelt een paar kilo. En ja, daardoor ook andere stoelen moeten hebben. Want ja, die waren helemaal ingezakt. En ja, dus was tijd voor nieuwe stoelen ook. Dus, ja. En wat staat er nu nog op het lijstje? Je had het over de motor. Ja, ik wil eigenlijk de motor aangepakken. Ik wil hem eigenlijk even of eruit halen of even kijken. Maar ik moet even kijken met wie ik daar samen kan doen. Ik wil dat niet helemaal alleen gaan doen. Mm-hmm. Ik heb wel veel kennis, maar ik wil wel onderbouwing hebben. Zeg maar. Dat is, als ik mijn kennis ophoud, dat iemand anders ook mee kan kijken. Van, hey, dus daar ben ik nog op zoek naar. Maar eigenlijk de bedoeling is ander motormanagement systeem. Mm-hmm. Ik wil de turbo nog aangepakken. Ik wil nog extra koeling op turbo hebben zitten. Okay. Ik bedoel, als ik dan toch wat agressiever rijd, dan wil ik toch wel dat die wat beter koelt. Ja. Dus dat wil ik doen. Ja, en de motor gewoon even kijken, misschien nog wat suikers erin en zo. Moet ik even kijken wat ik daarmee wil. Ik zit nu rond de 300 pk en ik wil eigenlijk gewoon wat makkelijker op 300 pk zitten. Dat ik gewoon meer ruimte krijg, dat ik gewoon... Lekker veilig is. Ja, ja. Ik bedoel, kijk, die blokken zoals ze nu zijn, zeg maar, zoals ze nu zijn, zonder zuigerkoeling, zonder, kunnen ongeveer 300 pk aan. Dus hij staat eigenlijk gewoon net wel, net niet. Ik verwacht dat hij ergens tussen de 295 en de 300 pk zit, ongeveer zoiets, ja, precies, okay. In die koers. Maar goed, daar moet ik gewoon een keer de ding op de bank gooien en dan kijken wat hij doet, want dat is wel een ding. Maar volgens de spec zou hij dat moeten doen, zeg maar. Ja, dus dat is wel een dingetje. En eventjes alles nalopen, gewoon fris maken, hoe of wat. En ja, gewoon echt motormanagement systeem erop. Wat gaan we gebruiken? Gaan we KMS pakken? Gaan we Vans pakken? Noem ze maar op. Je hebt allemaal verschillende merken. Wat is voor mij het makkelijkste? Iedere tuner heeft weer zijn voorkeur. Dus waar ga je heen om hem te laten mappen? Ja, inderdaad. Nou, goed, er komt natuurlijk ook dankzij jullie met veel meer mensen in contact die daar ook verstand van hebben. Ik ben een tijdje terug met iemand aan het praten, ook voor jullie, van Casey Performance. Die wil ook wel even gaan kijken wat we daarmee kunnen in principe. Dus ik ben ook echt aan het zoeken wat ik wil, maar dat is wel een dingetje. Kijk, voor de rest ben ik met het KS3-ophanging, dat soort dingen, ben ik gewoon klaar. Achteras goed, snijdbaar, alles is gewoon goed. De koppeling heb ik ook gepast gedaan, dus dat was allemaal goed. Dus ja, de motor is nu eigenlijk aan de beurt. Ja. Ik bedoel, ik merk ook wel dat ik af en toe zo eens een keer puffje rook heb. Nou, dat rook ik al helemaal niet van. En zeker niet in de zomer, dus daar moet ik echt iets mee gaan doen. Dus ja, ik zeg al, ik moet hem, maar ik heb hem al 8 jaar. Nou, ja. Ik rij hem al 8 jaar zonder problemen. Ja, ik heb wel veel moeten doen en zo om het allemaal finesse, om het netjes te krijgen en om hem goed te laten lopen. Hij is nooit kapot gelopen. Nee, gelukkig niet. Dus technisch zit hij gewoon goed in elkaar, maar dat had ik ook wel verwacht, hoor. Daar had ik ook helemaal geen vraagtekens over. Dus daarvan heb ik hem ook gekocht. Maar wat je zei over KC Performance, ik denk dat dat een hele goede optie is. Dus ik denk voor jou ook ten eerste niet ver weg. Ja. Ten tweede, ze hebben alles in-house. Dus de mannen die daar werken zijn heel erg slim. Ze hebben een testbank, ze kunnen zelf motoren bouwen. Dus een hele goede optie is dat. Ja, nee, maar dat is ook iets wat bij mij in de vulpen zit. Omdat ik gewoon met die mannen eens even inderdaad ga praten over wat. Kijk, ik ben wel iemand die, ik ga niet over één nacht ijs, zeg maar. Ik moet daar een goed gevoel ook bij hebben. En dat ik daar ook gewoon, dat ik dat toch ga doen wat ik wil, zeg maar. Ja. Ik heb wel zoiets van, en het moet goed gebeuren. Ja. Dat heb ik wel. Als die eruit moet, of in ieder geval, dat iets aan gaat gebeuren. Dan moet het ook goed gebeuren. Want dan is het ook gewoon weer een levenslang dat ik gewoon weer dat ook 100% heb, zeg maar. Zonder samengeknepen billetjes. Ja, als ik hem een keer open trek of zo. Ja. Ja. Ja, maar goed, ik heb hem ook overtrouwen. We hebben met de Tourette of op kop TT gereden. Ben ik ook ruimte gecreëerd. Heb ik ook even volgetrapt, gewoon over heel stuk. Daar kijk ik niet naar. Als ik erin zit, hij moet gewoon doen wat ik ervoor heb. Hè. Ja. Maar het moet wel goed blijven. Ja. En dat is gewoon een dingetje. En dat is gewoon heel belangrijk. Nou ja. Hij staat er ook hier weer gelikt bij. Eigenlijk altijd als we jouw auto zien, is die spik en span.
Dus jij gebruikt wel redelijk wat schoonmaakspul, gok ik zomaar. Ja, ik hou hem inderdaad goed bij. Hè. Ja, en klopt. Heb je dan nog een voorkeur qua merken? Ja, ik gebruik veel Meguiar's inderdaad. Om hem schoon te maken. Ik heb de quick detailer heb ik voor als ik eentje weg ben geweest en ik moet hem even afdoen, dan pak ik de quick detailer van. Mm-hmm. Ja, en was met de waxen van bij het wassen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is je altijd wel beschermd. En, ik heb er weinig moeite mee. Ik bedoel, het glijdt er eigenlijk bijna vanaf gewoon. Ja, makkelijk toch? Ja, inderdaad. Als je ik doe hem eigenlijk één keer per jaar echt helemaal in de wax zetten. En de rest doe met de quick detailers en dat soort dingen. Dus, en de wax in de shampoos en zo. En ik ben er tot nu toe gewoon tevreden over. Ja. Dus perfect. Nou, mooi, want we hebben nog een kleinigheidje voor je. Want we laten natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Ja. Dus onder andere ook van onze partner Meguiar's hebben wij wat voor jou. En van onszelf. En van onze partner Fresh Labs. Dus okay. Geniet ervan. En bedankt dat je er was. Ja, dankjewel. En jullie bedankt voor het uitnodigen. Ja, graag gedaan. Dus dit was weer een nieuwe aflevering van Handmade. Van op ons nieuwe YouTube-kanaal RevWorks TV. Komen natuurlijk nog meer leuke afleveringen van Handmade. En andere afleveringen van rubrieken die we nog niet uit de doeken kunnen doen. Dus ik zou zeggen, duimpjes omhoog. En tot de volgende. Bedankt. Hoi.